De nieuwe burgemeester van Dordrecht, Wouter Kolf, wil geen cadeaus van de bezoekers tijdens de installatie in het stadhuis. In plaats daarvan wil hij dat de mensen hun mening geven over de stad. Dat gaat hij doen door middel van kaarten uit te delen na de installatie waarop de mensen hun bevindingen van de stad kunnen schrijven. Zijn woordvoerder, Christine Terlinde, gaf aan dat Kolf dit puur en alleen doet om de stad beter te leren kennen en vanwege het feit dat hij geen cadeaus wil. De installatie van de nieuwe burgemeester zal plaatsvinden op woensdag 13 september.